We gaan het vandaag hebben, zoals u ziet, over Hendrik Antoon Lorenz. En de keuze voor dit onderwerp ligt denk ik tamelijk voor de hand. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de meest recente uitbreiding van het museum. Met behulp met de kende Lorenz Lab en de daarmee verbonden theatertour. Wie van u heeft trouwens het Lorenz Lab gezien? Bijna iedereen. Wie heeft het niet gezien, kan ik beter vragen. Oké, ik begrijp dat er vanmiddag hierna ook nog een kans is om dat goed te maken. Het is erg de moeite waard. Mijn lezing is ook in die zin een aanmoediging om dat te doen. En voor degenen die het wel al gezien hebben, hoop ik dat ik nog iets te melden heb dat u nog niet weet. Het zou jammer zijn als dat niet zo was. Er is nog een andere reden dat ik Lorenz gekozen heb als onderwerp voor mijn lezing. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat Lorenz nooit de bekendheid heeft gekregen die hij eigenlijk verdient. Hij is redelijk bekend, maar hij is niet echt een enorme beroemdheid in Nederland. Ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die nooit van hem gehoord hebben, of zo ze wel van hem gehoord hebben, eigenlijk niet goed een beeld hebben van wat die man betekent en gedaan heeft. En dat is jammer. Het is een van de grootste wetenschappers, misschien wel de grootste wetenschapper die Nederland gekend heeft. Het is zonder meer de grootste wetenschapper die verbonden is geweest aan deze instelling, aan de Teylers Stichting en het Teylers Museum. Maar toch, het is nooit helemaal doorgedrongen tot het brede publiek, hoe groot zijn betekenis was. Er zijn bijvoorbeeld geen biografieën van Lorenz. Er zijn geen echte goede biografieën van Lorenz. Het goede nieuws is dat er wel hard aan gewerkt wordt. Sterker nog, met een beetje geluk verschijnen er binnen een paar jaar zelfs twee biografieën. Op dit moment worden twee biografieën geschreven. Eén door de oud-emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, Anne Cox, die daar al geruime tijd mee bezig is. En op dit moment wordt er ook in Leiden gewerkt aan een biografie van Lorenz door de oud-directeur van Boerhaven, Dirk van Del, samen met oud-hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden, Frits Berends. Dus ik hoop dat er binnen twee of drie jaar dadelijk twee fraaie boeken zijn over Lorenz. Een van de redenen dat hij misschien ook een beetje onbekend is gebleven, en dat lot deelt hij met wel meer vooraanstaande Nederlandse wetenschappers, is dat hij een beetje ongelukkig ingeklemd zat tussen de twee grootste natuurkundigen van zijn tijd. Dat is blijkbaar een typisch Nederlands verschijnsel. Er zijn meerdere voorbeelden van. Het geldt bijvoorbeeld ook voor zijn geniale evenknie Christiaan Huygens, die u ongetwijfeld kent. En ook Huygens, die is misschien iets beroemder dan Lorenz, maar ook Huygens is toch niet zo bekend als die had moeten zijn. En dat kwam omdat hij net ingeklemd zat tussen twee mensen die hem allebei overvleugeld hebben, namelijk Galileo net voor hem en Isaac Newton net na hem. En eigenlijk kun je Huygens' werk zien als een soort verbinding tussen Galilei en Newton. En datzelfde geldt voor Lorenz. Lorenz die overbrugt als het ware of verbindt het werk van James Clerk Maxwell, de grootste natuurkundige van de 19e eeuw, met het werk van Albert Einstein, de grootste natuurkundige van de 20e eeuw. En ook hier geldt weer dat Lorenz in zekere zin toch wel overvleugeld is geraakt door Einstein. Die we trouwens meer zullen tegenkomen vandaag. Nou, dat woord verbinding wat ik hier gebruik, je kunt hem als de verbindende factor zien tussen het werk van Maxwell en dat van Einstein. Ik zal u daar ook wat voorbeeldjes van geven. Dat is een passend woord bij Lorenz, want hij geldt in heel veel opzichten als iemand die verbindingen maakt. Vandaar ook dat ik deze titel heb gebruikt, bruggen maken. Ik hoop dat u niet dacht dat het ging over Nederlandse ingenieurs en prachtige constructies die zij hebben gebouwd. Het gaat over de bruggenmaker is bedoeld in een meer overdrachtelijke zin. En dat kun je op heel veel manieren kun je dat met Lorenz verbinden. Je kunt, als je bijvoorbeeld kijkt naar zijn belangrijkste werk, hij heeft op heel veel van gebieden van de natuurkunde was hij actief, maar zijn belangrijkste werk, zijn elektronentheorie, die kun je zien als een soort natuurlijke synthese van twee totaal verschillende tradities, die allebei theorieën beoogden over elektrische magnetische verschijnselen, die wezenlijk anders waren. En je kunt zijn werk zien als een soort synthese van die twee tradities. Hij bracht dat bijeen in één overkoepelende theorie die buitengewoon succesvol zou blijken. Het geldt ook in een andere zin. Lorenz heeft heel sterk, vooral in de tweede helft van zijn leven, een belangrijke rol gespeeld als bemiddelaar. In allerlei vormen, zowel als bemiddelaar
tussen vijandige wetenschappers tijdens de oorlog, die in andere kampen zaten. Hij had daarbij een soort bemiddelende rol. Hij probeerde die partijen te verzoenen. Maar ook als voorzitter van internationale congressen, waar hij voortdurend een bemiddelende rol sprak. Hè. Internationale congressen waren nog relatief nieuw in de 20e eeuw. Er was niet één wetenschappelijke taal zoals nu, het Engels. Dus die lezingen werden in verschillende talen gehouden. En ja, veel wetenschappers verstonden elkaar eigenlijk niet goed, want die waren al die talen niet machtig. Lorenz was de ultieme talenkenner, die vertaalde instantaan als het nodig was. Eventjes de clue van de lezing in twee of drie andere talen, zodat iedereen begreep waar het over ging. Dus ook daar zullen we naar kijken. En tenslotte ook hoe hij een verbindende schakel werd, en dat is ook weer vooral in de tweede helft van zijn lezing, van zijn leven, tussen wetenschap en maatschappij. Maar laten we beginnen met een paar biografische gegevens om de persoon een beetje te kunnen plaatsen. Hij is geboren in Arnhem. Zijn vader was een vermogende groentekweker, tuinder. Ze behoorden tot de Arnhemse notabelen. Zijn vader had het liefst gehad dat hij in zijn voetsporen trad en het bedrijf overnam, maar hij bleek op school buitengewoon getalenteerd. Al op de lagere school eigenlijk. Aan het eind van de lagere school volgde hij ook 's avonds lessen aan een zogenaamde Franse school. Dat was een schooltype die je een beetje kunt zien als de voorloper van de later opgerichte HBS, rond diezelfde tijd. En op die Franse school, daar leerde je moderne talen, maar daar leerde je ook de moderne natuurwetenschappen. Toen in Arnhem een HBS werd opgericht, ging hij dan daar ook onmiddellijk naartoe. Hij kon meteen naar de derde klas, omdat hij al een paar jaar op die Franse school had rondgelopen. En toen hij die HBS had afgerond met prachtige resultaten, toen wilde hij gaan studeren. Zijn vader moest er even slikken, maar die vond het uiteindelijk toch wel oké. Alleen, met een HBS werd je niet op de universiteit, met een HBS-diploma werd je niet op de universiteit toegelaten. Dus hij moest eerst een jaar besteden aan de studie van de klassieke talen en daar een soort examen in afleggen. En dat gaf hem toegang tot de universiteit. Hij ging vervolgens in Leiden studeren en buitengewoon uitzonderlijk, na een jaar haalde hij zijn kandidaat, waar normaal 3 jaar voor stond. Hij deed dat in een jaar. En zelfs summa cum laude, dus met de meest hoge graad die je kunt halen. Eén van zijn docenten was toch licht teleurgesteld, die had nog iets meer verwacht, maar die verkeerde in de waan dat hij doctoraal examen aan het afnemen was. Dus dat geeft ongeveer aan hoe uitzonderlijk deze man was. Hij is daarna niet lang meer in Leiden gebleven. Hij dacht, nou, ik kan mij die kennis ook wel thuis eigen maken. Dus hij is weer teruggegaan naar Arnhem, is daar gaan werken, zoals we dadelijk zullen zien. En heeft vervolgens zichzelf helemaal zelf voorbereid op het doctoraal examen, wat hij ook met fantastische resultaat heeft afgelegd. En vervolgens is hij aan een dissertatie gaan werken, zodat hij in 1875 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Ik zei al, hij ging al in Arnhem werken, dat deed hij als leraar wiskunde aan een avond HBS in Arnhem. En kort daarop, binnen drie jaar na zijn promotie, werd hij hoogleraar mathematische fysica in Leiden. Dat was het eerste leerstoel voor wat we nu zouden dat theoretische natuurkunde noemen. Dat was de eerste leerstoel in Nederland van die aard. Tegenwoordig zijn er heel veel leerstoelen theoretische natuurkunde, maar in de 19e eeuw was natuurkunde eigenlijk experimentele natuurkunde. Als je iets aan theorie wilde doen, dan haalde je daar een wiskundige bij. Maar een experimentele natuurkunde was de essentie van het vak. Hij had trouwens al iets eerder een leerstoel aangeboden gekregen in Utrecht, in de wiskunde. Het laat zien hoe veelzijdig hij was. Hij kon ook hoogleraar wiskunde worden, maar hij gaf de voorkeur aan die leerstoel in Leiden. Iets later trouwde hij met Aletta Keizer. Zij was de dochter van de broer van een van zijn Leidse hoogleraren, de astronoom Frederik Keizer, de man die meer dan wie ook zijn stempel heeft gedrukt in Leiden op Lorenz. Dat was verreweg de belangrijkste leermeester die Lorenz in Leiden had. En daarna is hij eindeloos lang hoogleraar mathematische fysica in Leiden gebleven. Nou, zoals we weten heeft hij ook nog de Nobelprijs gekregen, waarvoor, dat zullen we ook nog zien, in 1902. En pas in 1910 besloot hij uit Leiden weg te gaan. En waarom dat was, dat zullen we ook nog zien. En is hij hier in Tyler in Haarlem komen werken als zogenaamd curator van het natuurkundig laboratorium van Tyler Stichting. Maar laten we eerst kijken naar zijn inhoudelijke kant van zijn werk. In de 19e eeuw
wemelde het van de ontdekkingen op het gebied van elektriciteit en magnetisme. Rond 1800 wist men eigenlijk heel erg weinig daarvan. Rond 1850 waren er een enorme reeks ontdekkingen gedaan. En het was uiteraard aan mensen om daar een soort theoretische onderbouwing aan al die verschijnselen te geven. En je ziet dan in de loop van de 19e eeuw eigenlijk twee totaal verschillende tradities ontstaan die een volledig andere kijk hebben op elektriciteit en magnetisme. Zowel wat een lading is, als wat een stroom is, als wat elektriciteit is. Twee totaal verschillende visies. Maar die merkwaardigerwijs allebei heel goed in staat zijn om rekenschap te geven van eigenlijk alle bekende elektrische en magnetische verschijnselen en ook de wisselwerkingen daartussen. Nou, de meest heldere en meest traditionele visie was die in Frankrijk en met name in Duitsland zag. Het was vooral in Duitsland Wilhelm Weber, de man die u links ziet, die de belangrijkste vertegenwoordiger daarvan was. Zowel een groot experimenteel fysicus als een goed theoreet. Het komt erop neer dat bestaan hele kleine elektrische deeltjes in de wereld, positief en negatief geladen deeltjes, die elkaar aantrekken en afstoten. En die kracht is niet alleen maar afhankelijk van de afstand tussen die deeltjes, maar ook van een relatieve beweging. Dat klinkt een beetje raar, want meestal zijn krachten alleen maar afhankelijk van een afstand. En die krachten die werken ook op afstand. Dus de tussenliggende ruimte speelt geen rol in de fysische effecten. Dus als je een geladen lichaam hebt, dan zitten daar heel veel positief of negatief geladen deeltjes op of in dat lichaam. Een stroom correspondeert in de regel met een beweging van elektrische deeltjes. Glasheldere theorie, met wiskundig ook netjes kon dat worden uitgewerkt. En het verklaarde eigenlijk vrijwel alles. Een totaal andere theorie zien we in Groot-Brittannië, waar de Schot James Clerk Maxwell, vooral voortbordurend op ideeën van zijn grote voorganger Michael Faraday, een heel andere visie op elektriciteit en magnetisme had. Daar bestaan helemaal geen elektrische deeltjes, geen positieve en geen negatieve. Maxwell verplaatst eigenlijk de werkingen van de elektrische geladen lichamen of de stroomdraad naar de tussenliggende ruimte. Eigenlijk zijn die magneten of elektrische stroomdraden of geladen condensatorplaten, daar gebeurt eigenlijk niet zoveel interessants. Het interessante gebeurt in de tussenliggende ruimte. Daar bevindt zich een of ander materieel substraat, een materieel medium, waar allerlei spanningen in kunnen optreden, voorkomen. En die spanningen die manifesteren zich in krachten op magneten of op elektrisch geladen lichamen of op stroomdraden. Maar de interessante werkingen bevinden zich in dat medium. Het is een elastisch materieel medium, hij noemt dat de ether. Die spanningstoestanden die in dat medium ontstaan door vervormingen of door bewegingen in dat medium, dat noemt hij velden. En het interessante is zijn suggestie dat hetzelfde elastische medium verantwoordelijk is voor het licht. Sterker nog, hij meent dat licht eigenlijk een elektromagnetisch verschijnsel is, waardoor die twee totaal verschillende natuurkrachten, namelijk licht enerzijds en elektriciteit en magnetisme anderzijds, onder één noemer weet te brengen. Alleen die theorie was volstrekt duister. Wat eigenlijk een lading is, is niet zo helder. En wat een stroom is, is ook bijna niet uit te leggen als je Maxwell's werk leest. Het is niet, bij Weber is zijn stromen en ladingen zijn de oorzaak van de krachten, zou je kunnen zeggen. Bij Maxwell is het eerder andersom. Je hebt een spanningstoestand in een medium, dat noemt hij dan polarisatie. Dat medium raakt gepolariseerd, die tussenliggende ruimte. En wat wij lading en stroom noemen, dat zijn gevolgen daarvan in plaats van de oorzaken van. Het is een beetje, alleen ja, hoe het precies zat kon eigenlijk niemand goed zeggen, omdat zijn theorie als grotendeels onbegrijpelijk gold. En ook zijn wiskunde die hij gebruikte, gold ook als erg moeilijk en moeilijk te begrijpen. Nou, iemand die van begin af aan een grote belangstelling koesterde voor Maxwell's werk, ook al begreep hij het ook misschien niet helemaal, dat was Lorentz, die al in zijn jonge jaren zich daarin ging verdiepen in Nederland, als student eigenlijk al. En later heeft hij vooral zijn bewondering uitgedrukt voor Maxwell door het idee van Maxwell dat licht zelf een elektromagnetisch verschijnsel is. Hij zegt daarvan dat die conceptie in stoutheid alles wat ik tot nog toe gezien had overtrof. En in zijn proefschrift baseert hij zich ook op Maxwell's theorieën om allerlei lichtverschijnselen die nog niet verklaard waren, om die op die manier te verklaren. Maxwell's theorie werd in het continent van Europa eigenlijk goeddeels genegeerd door de meeste natuurwetenschappers. Het was raar, het was onbegrijpelijk. En die theorieën van mensen als Weber, die gebaseerd waren op afstandkrachten werkzaam tussen deeltjes,
Die werkte over het algemeen prima. En dat veranderde eigenlijk pas toen iemand die wel belangstelling had voor Maxwell's werk, de jonge natuurkundige Heinrich Hertz, erin slaagde om elektromagnetische golven op te wekken die dezelfde eigenschappen hadden als die Maxwell voorspelde en die dus in veel opzichten leken op licht, behalve dan dat de golflengte heel veel langer was. En hij kon ook aantonen dat die golven zich in alle opzichten net zo gedroegen als licht. En dat was eigenlijk de doorbraak. Dit was zo rond 1890. Dit betekende de grote doorbraak voor Maxwell's theorie. Iedereen ging zich op dat moment op die rare velden en op die ether richten, op die malle theorie van Maxwell. Het lastige was, niemand kon er eigenlijk iets van maken. Het was een tamelijk onbegrijpelijke theorie waar niemand goed raad mee wist. Sommige mensen, zoals Hertz zelf, zeggen, nou ja, laten we maar gewoon die theorie terugbrengen tot alleen maar de wiskundige vergelijkingen en de rest vergeten. Maar dat was toch een beetje onbevredigend. En de eerste die daar enige helderheid in schiep, dat was Lorentz met zijn elektronentheorie, die hij in begin jaren 90 uitwerkte. En hier, zoals ik al zei, kunt zien als een synthese tussen enerzijds die Duitse traditie van Weber en anderzijds die van Maxwell. Hij neemt zowel de elektrische deeltjes uit die continentale traditie over, als de velden, die spanningstoestanden in een medium, uit die Britse traditie. Net als bij Weber is het de aanwezigheid van deeltjes die resulteert in lading. De beweging van deeltjes die resulteert in een stroom. Dus als elektrische deeltjes bewegen, dan heb je een stroom. En die deeltjes zelf, die elektrische deeltjes, of eigenlijk moet ik zeggen de elektriciteit van die deeltjes, die veroorzaakt spanningstoestanden in het medium. Ook hij heeft een ether, die is wat anders dan die van Maxwell. Het is niet langer een materiële ether. Namelijk die lading die genereert een elektrisch veld. Dat is wat wij nu nog steeds denken vandaag de dag. Maar het is totaal anders dan de theorie van Maxwell. En de stroom die genereert een magnetisch veld. En op hun beurt oefenen die velden weer krachten uit op de elektrische deeltjes. Zowel de magnetische velden als de elektrische velden die werken, zijn werkzaam, die oefenen kracht uit op die elektrische deeltjes. Dus het is niet zo dat een lading direct een kracht uitoefent zoals Weber dacht op een andere lading. Nee, die lading hier die genereert een veld in de hele ruimte en hier ter plekke werkt dat veld ook. En die oefent ter plekke een kracht uit op een andere lading. En die laatste kracht die noemen wij de Lorentzkracht. Die heeft zowel een elektrische als een magnetische component. En wat heel speciaal is aan deze theorie, tot die tijd werd gedacht dat de ether, de lichtether, of zoals in het geval van Maxwell, de elektromagnetische ether, dat de eigenschappen van die ether overal anders waren. In een stuk glas heeft die ether hele andere eigenschappen dan in water, of dan in een stuk metaal, of dan in de lege ruimte. Dus die eigenschappen die zijn overal anders. Dat is bij Lorentz helemaal niet zo. Bij Lorentz heeft de ether overal exact dezelfde eigenschappen, namelijk die van de lege ruimte. Sterker nog, ether en materie merken niets van elkaars aanwezigheid. Een stuk materie dat beweegt neemt niet de daarin aanwezige ether mee, zoals tot die tijd gedacht wordt. Die leven als het ware in twee totaal verschillende werelden. De enige interactie tussen materie en ether komt omdat er in materie elektrische deeltjes zitten. Die hebben een elektrische lading. Die bepalen niet de eigenschappen van de ether, maar wel de toestanden, de velden daarin. Die worden wel door die lading bepaald. En die velden oefenen weer kracht uit op andere elektrische deeltjes, in andere materiedeeltjes. En op die manier is er dus een indirecte relatie tussen ether en materie. Maar er is geen directe. Het is niet zo dat materie en ether verder, behalve als er geen elektrische ladingen zouden zijn, dan zouden ze niets van elkaars aanwezigheid merken. En in die zin kun je zeggen dat anders dan bij Maxwell, waar die materie, die ether echt een elastisch materiële substantie is, die overal de ruimte vult, dat is bij Lorentz niet meer zo. Die ether die wordt eigenlijk iets volstrekt immaterieels. En daarmee ook een beetje geheimzinnig zou je kunnen zeggen. Waar dankte Lorentz de Nobelprijs vooral aan? Dat was aan de verklaring van een nieuwe ontdekking die gedaan werd door een jonge natuurkundige in het laboratorium in Leiden, Pieter Zeeman. U ziet hem daar rechts. Die een belangwekkende ontdekking deed. Hij constateerde namelijk dat het licht wat uitgezonden wordt door een natriumvlam, het licht van de zon, dat is eigenlijk een groot aantal, bestaat uit een groot aantal verschillende kleuren die samenhangen met verschillende golflengtes of verschillende trillingsfrequenties. Licht is een golf.
En het grappige is dat in de 19e eeuw ontdekt werd dat elke chemisch element, of het nou natrium of waterstof of helium of wat dan ook is, dat zendt een aantal karakteristieke kleuren uit als je dat verhit. Dus dit zijn de kleuren die horen bij een natriumvlam. Dit zal waterstof zijn, hieronder vermoed ik. Dus elk chemisch element kun je herkennen aan de specifieke kleuren die het uitzendt als je het gaat verhitten. Het is een soort vingerafdruk waarmee je onmiddellijk... Het is ook gebruikt om allemaal nieuwe chemische elementen te vinden. Nou, wat Zeeman ontdekte, is dat die lijnen die je ziet in het spectrum van alle chemische elementen... Als je een sterke magneet bij zo'n natriumvlam houdt, een hele krachtige magneet... Dan worden die lijnen iets breder. Sterker nog, als je nog beter kijkt, blijkt dat ze zich eigenlijk opsplitsen in meerdere lijnen. Dat is een belangrijke ontdekking, die eigenlijk tamelijk raadselachtig was. Totdat Lorentz, met behulp van zijn theorie, kon uitleggen hoe dat zat. Dat heeft te maken met die Lorentzkracht. Die elektrische deeltjes die trillen in de materie, in dat natrium. Houd daar magneet bij, omdat ze bewegen... ontstaat er de magnetische component van de Lorentzkracht die werkt op die elektrische deeltjes. Daardoor verandert hun trillingstoestand een beetje, afhankelijk van de richting van het magnetisch veld. En daardoor, omdat hun frequentie, hun beweging anders, wordt ook het licht wat ze uitzenden, krijgt een iets andere frequentie. En dat zie je in een verandering van de spectraallijnen. Dus hij kon dat keurig uitrekenen hoe groot dat effect was. En uit de combinatie van de metingen van Zeeman en de theorie van Lorentz kon je uitrekenen wat het quotient was van de eenheidslading van zo'n elektrisch deeltje en de massa van dat deeltje. En dat bleek vrij goed overeen te komen met andere metingen van kathodestralen en andere verschijnselen. En dit heeft meer of meer geresulteerd in de ontdekking van het elektron als een fundamenteel materieel deeltje met een eenheidslading. En het is vooral hiervoor dat zowel Pieter Zeeman als Lorentz in 1902 de Nobelprijs kregen. Een probleem waar Lorentz mee worstelde. Die ether is als het ware één groot universeel, de hele ruimte vullend, stilstaand materieel medium. Of niet immaterieel medium. Als je daar een elektrische lading hebt die daarin stilstaat, heb je alleen maar een elektrisch veld. Maar zodra die lading gaat bewegen, heb je ook een magnetisch veld. Dan heb je als het ware een stroom. Dus er is iets als absolute beweging in Lorentz' theorie. Dat heb je niet in de mechanica. Als u aan boord van een snel vliegend vliegtuig zit, dan merkt u aan boord helemaal niks van het feit dat hij met grote snelheid beweegt. Of het nou stilstand beweegt, maakt voor de mechanica, voor alle mogelijke bewegingen, als u aan de tafeltennissen bent of noem maar wat, u merkt daar weinig van, helemaal niets van zelfs. Dat is met elektriciteit anders. Daar is een verschil tussen beweging en stilstand. Het rare is dat aan geen van de experimenten die men deed, men kon meten met welke snelheid de aarde door de ether heen bewoog. Je zou zeggen, daar moet je iets van merken, hè, voor elektrische, dat gaat gepaard met andere elektrische magnetische verschijnselen. Daar viel helemaal niks van te merken. Dat was een probleem waar Lorentz mee worstelde, maar hij wist op een handige manier, wist hij dat in zijn theorie toch te verklaren. Bijvoorbeeld door aan te nemen dat als je een meetlat hebt, die met grote snelheid beweegt ten opzichte van de ether, dan veranderen de krachten tussen de moleculen, die elektrische krachten worden wat groter, waardoor die meetlat een beetje krimpt. En door dat meetlat te krimpen die bewegen, daardoor wordt precies gecompenseerd, maar dan ook exact voor alle gevolgen die je zou verwachten ten gevolge van de beweging ten opzichte van de ether. Dus je merkt er eigenlijk helemaal niks van. En om dat een beetje netjes te onderbouwen, ontwikkelde hij een soort formules waarbij je... alle experimenten die je doet in een bewegend stelsel kunt terugvertalen naar een stilstaand stelsel door transformatieformules in te voeren voor zowel de plaatscoördinaten als de tijdcoördinaat, oftewel de tijd. Dat zijn de zogenaamde Lorentz-transformaties en die maken ook duidelijk dat eigenlijk alles in een bewegend en een stilstaand stelsel, zelfs voor elektromagnetische verschijnselen, dat het hetzelfde eruit ziet. Nou, iets later, deze theorie werkt hij netjes uit in 1904. Eén jaar later kwam Einstein met een theorie die exact dezelfde vergelijking ophoestte. Bekend geworden als zijn relativiteitstheorie, of liever zijn speciale relativiteitstheorie. Het gaat ook over elektromagnetisch verschijnsel in bewegende lichamen. Maar de theorie is net als ik eerder zei in het geval van die continentale en Britse theorieën over velden. Het zijn twee totaal verschillende theorieën die wel dezelfde voorspellingen doen. Bij Einstein is er geen ether meer, er is geen absolute ruimte. Er is
echt geen enkel fysisch verschil tussen bewegende en stilstaande stelsels. En bij Einstein, dat is het revolutionaire, er is ook niet meer zoiets als een afstand tussen twee gebeurtenissen of een tijdsduur tussen twee gebeurtenissen. Die is afhankelijk van de bewegingstoestand ten opzichte van die gebeurtenissen. Er is geen absolute tijd meer bij Einstein en ook lengtes zijn niet meer één eenduidig gegeven. Dat is een hele rare theorie. En die hele ether, die bij Lorentz nog een belangrijke rol speelt, die verklaart Einstein tot volstrekt overbodig. Hij had wel velden nog steeds, hè, die oorspronkelijk hun leven begonnen als spanningstoestanden in de ether. En lichtgolven, die golfden als het ware in de ether. Einstein heeft geen ether meer en vindt die ook overbodig. Dit is een stap die Lorentz nooit helemaal heeft willen maken. Voor Lorentz was die ether toch iets dierbaars, zijn hele theoretische werk was erop gefundeerd. En goed beschouwd is dat idee van Einstein ook raar. Hè. Als je golven hebt, dan heb je normaal gesproken iets dat golft. Golven aan zee, dat is het water wat golft. Geluidsgolven, dat weten we, dat zijn golven in de lucht. Maar licht, dat zijn ook golven, maar er is niks wat golft. Volgens Lorentz wel, daar was het de ether waar je golven in had en volgens Maxwell. Maar volgens Einstein zijn lichtgolven gewoon golven zonder iets wat die golven draagt. Ik weet niet of u wel eens, ongetwijfeld hebt u wel eens Alice in Wonderland gelezen. Daar heb je iets vergelijkbaars. Op een gegeven moment komt zij een beetje een naar beest tegen, een kat. Een Cheshire Cat is dat. En dat is een wat ongemakkelijke conversatie. En aan het eind van dat gesprek, daar begint die kat, die zit op een boomtak, die begint geleidelijk aan te vervagen. Tot die hele kat weg is. Alleen die grote kattengrijns, die hangt nog boven die tak. En Alice vindt dat buitengewoon vreemd. Hè? Ze heeft wel eens een kat zonder kattengrijns gezien, maar een kattengrijns zonder kat, dat is toch wel heel erg merkwaardig. Nou, elektromagnetische velden zijn een soort Cheshire Cat-achtige grijnzen. De grijns is er nog wel, maar de kat is verdwenen. Dat heeft Einstein als het ware gedaan. Die heeft die ether eruit gekieperd, waardoor die golven zijn in het niets. We spreken nog steeds trouwens wel over de ether als we het over radiogolven hebben. Maar goed beschouwd heeft Einstein die ether uit de fysica gekieperd. Einstein gaf later wel toe dat... Of Lorentz gaf later toe dat Einsteins theorie eigenlijk eenvoudiger en mooier was, zo revolutionair als die was. Hoewel hij zelf die stap nooit helemaal heeft willen meemaken. Maar hij zei zelf, door Einsteins relativiteitstheorie wint de theorie van elektromagnetische verschijnselen in bewegende systemen een eenvoud die ik niet heb kunnen bereiken. Dus hij had een enorme bewondering voor het werk van Einstein. En die bewondering, zoals we zullen zien, was in hoge mate wederzijds, want Einstein verafgoodde Lorentz. Het grappige is dat hun contact, wat begon zo rond 1911, dat had niks met dit werk te maken. Dat had te maken met een hele andere nieuwe ontwikkeling in de natuurkunde, namelijk de kwantumtheorie. Dat begon eigenlijk met een theorie van straling van een zogenaamd zwart lichaam. Ik ga u niet uitleggen wat dat is, dat voert ook veel te ver. Maar die theorie die had merkwaardige eigenschappen, met name de afleiding van de formule door Planck. Daar zaten rare aannames in. Namelijk dat energieën van stralende systemen sprongsgewijs veranderen in plaats van geleidelijk, continu. Het zou zijn alsof u een auto had die alleen maar bepaalde snelheden kon rijden, maar niet die ertussenin. Dus u trapt het gaspedaal in en dan rijdt hij ineens 10 km per uur, blijft trappen, dat blijft 10. En ineens springt hij naar 20 en niet, het verandert niet geleidelijk, dat is raar. Vond men toen ook. En men probeerde daar enige greep op te krijgen en... Eigenlijk werd het een beetje genegeerd, want niemand begreep wat hier aan de hand was. Planck zelf trouwens ook niet helemaal. Totdat Einstein dat idee oppikte en het gebruikte om eigenschappen van vaste stoffen te verklaren, namelijk hun warmte-eigenschappen. Hij ontwikkelde als het ware een kwantumtheorie voor de trillingen in vaste stoffen, waarmee de warmteverschijnselen gepaard gaan. En dat leidde tot allerlei interessante voorspellingen die bij hele lage temperaturen, zoals die in Leiden werden bereikt, maar ook in Berlijn en andere laboratoria, gecontroleerd konden worden. Nou, Lorentz die was ook geïntrigeerd door dat werk van Planck en die liet zien dat, legde uit dat als je gewoon de normale theorieën volgt, of zijn eigen theorie, dat je dan in sommige delen van de natuurkunde dezelfde voorspellingen kreeg, maar voor andere afwijking. En hij vond dat problematisch en raadselachtig. Die lezing in Rome die hij hield, die werd gepubliceerd. Einstein die was geïntrigeerd door die lezing, die schreef Lorentz daarover. En op die manier kwamen ze uiteindelijk in contact. En op een goed moment heeft Einstein met zijn echtgenote Mileva Maric ook een bezoek gebracht aan Nederland.
En samen met Lorenz hebben ze toen ook tijdens museum bezocht. Dus de eerste keer dat Einstein hier in Nederland kwam, heeft hij onmiddellijk een bezoekje gebracht aan tijdens museum. Hier ziet u een briefje rechtsonder waarin Lorenz de amanuensis verzoekt om wat spullen klaar te zetten in het museum, omdat hij met meneer en mevrouw Einstein na de koffie van plan is om even langs te komen. En dat Lorenz met Einstein hier naartoe ging, dat had er alles mee te maken met zijn carrière-switch, waar ik al eerder aan refereerde. De conservator van het natuurkundig laboratorium hier bevond zich in die tijd nog een, zoals nu nog steeds in zekere zin, een laboratoriumpje buiten het museum zelf, in een van de aangrenzende gebouwen, een natuurkundig laboratorium. En de man die daar verantwoordde, Septeswaard, de Elite van de Ven, die overleed in 1909, dus men zocht naar een opvolger. Hier tegenover de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, daar werkt een beroemde fysicus, Johannes Bosga junior. En die wees directeuren van de Teylers Stichting erop dat misschien een goed idee zou zijn om Lorenz te vragen. Hij wist dat Lorenz eigenlijk overbelast was in Leiden, hij gaf heel veel onderwijs, maar had daarnaast ook steeds meer andere taken. Bovendien wilde Lorenz dolgraag beschikken over een onderzoeksruimte waar hij zelf ook wat experimenten kon doen. En in Leiden, waar Kamerling-Onders elke vierkante centimeter laboratoriumruimte nodig had voor zijn enorme ambitieuze onderzoeksplannen, daar was die ruimte er eigenlijk niet. En dat is iets wat Lorenz al een tijdje dwars zat. En hier was een dergelijk laboratorium, althans de mogelijkheid daartoe er wel. Daarbij kwam dat Lorenz nog een extra taak kreeg, want hij werd namelijk voorzitter van de afdeling natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, het meest prestigieuze wetenschappelijk orgaan in Nederland. En in die hoedanigheid was hij ook om het jaar voorzitter van de hele academie. Nou, er volgden vervolgens onderhandelingen tussen directeuren en Lorenz, met als gevolg dat Lorenz besloot inderdaad vanuit Leiden naar Haarlem te verhuizen, althans hier te gaan werken als directeur van het Teylers Natuurkundig Laboratorium. Alleen vanwege allerlei redenen, hij moest nog zijn opvolging moest geregeld, maar bovendien zijn pensioen, om zijn pensioen veilig te stellen, moest hij nog minimaal 2 jaar in overheidsdienst blijven werken. Dus na enig onderhandel werd besloten dat men zou beginnen met hier een nieuw laboratorium aan te brengen, of liever gezegd het bestaande laboratorium uit te breiden. Hij mocht, een jonge natuurkundige mocht hij in dat laboratorium te werk stellen. Die zou worden aangesteld als conservator. Maar hij zou zelf pas na 4 jaar naar Haarlem komen, als hij al zijn zaakjes geregeld had. Uiteindelijk is dat 2 jaar eerder geworden, en dat heeft te maken, en daar komen we dadelijk op, met de toegenomen werklast waar hij aan refereerde. Dus hij verhuisde in juli 1912 naar Haarlem. Hij had een huis gekocht aan de Zijlweg. En hier kreeg hij de beschikking, ik zei het al, over een uitgebreid laboratorium. Een ruim goed gegroeid laboratorium. De kosten nog moeite werden gespaard om dat echt state of the art te maken. Hij kreeg daar ook een amanuensis bij en uiteraard een werkkamer. En ook, zoals ik al eerder zei, mocht hij een jonge fysicus daar onderzoek laten doen onder zijn leiding. En dat is een hele reeks getalenteerde jonge natuurkundigen hebben enige tijd hier gewerkt. Het lastige was, die mensen waren zo succesvol dat ze ook binnen de kortste keren weer verdwenen. Dat begon met de eerste natuurkundige, Gerard Elias. Die heeft nog 6 jaar het hier volgehouden, maar goed, in de oorlogsjaren werd het allemaal wat moeilijker. Maar in 1916 werd hij door Delft uitgenodigd om daar hoogleraar te worden. Zijn opvolger, Lorenz Schoonzoon, Wander de Haas, die heeft het iets langer of iets korter volgehouden, namelijk maar 1 jaar. Toen kwam Delft weer op de deur kloppen. En de opvolger daarvan, Jan Burgers, na een maand of 8 werd hij gevraagd om een Delft hoogleraar te worden. Het is nog steeds zo dat hier in Haarlem het woord Delft met enige moeite wordt uitgesproken. Als we het horen, dat vervult het altijd een beetje met angst en beven. Wat willen ze nu weer? maar er werd dus onderzoek gedaan in dat laboratorium door jonge getalenteerde natuurkundigen. En daarnaast, wat Lorenz zelf ook veel gedaan heeft, hij heeft hier heel veel lezingen gehouden. Vooral lezingen ook over de nieuwste natuurkundige onderwerpen, waaronder Einsteins relativiteitstheorie. En daar hield hij lezingen over. Dat deed hij trouwens vooral voor natuurkundeleraren hier in de regio. Maar ik zei al, hij had extra werkzaamheden die een eerdere komst naar Haarlem nodig maakten. Hij moest eigenlijk sneller ophouden in Leiden. En dat heeft vooral te maken met zijn internationale functies die hij steeds meer gaat vervullen. Die hangen samen met zijn groeiende reputatie. En dat begint in 1910. Ik vertel al iets over die kwantumproblematiek en Einstein zijn werk
aan warmteverschijnselen bij lage temperaturen, waar hij licht op kon werpen. Allerlei afwijkende metingen die waren gedaan. Hij kon dat verklaren met behulp van een kwantumtheorie. Iemand die daar erg geïntrigeerd door was, was Walter Nernst. Walter Nernst was een toonaangevende natuurkundige in Berlijn. Natuurkundige en chemicus, moet ik zeggen. Die onderzoek deed aan lage temperaturen. Die geïntrigeerd raakte door Einsteins werk. Maar ik zei al, die kwantumtheorie was nogal raadselachtig. Niemand begreep goed wat hier aan de hand was. Lorentz had ook laten zien dat er allerlei problemen waren met die kwantumtheorie. Het strookte eigenlijk helemaal niet met wat men dacht te weten. En hij wilde dat oplossen door wereldwijd een groot aantal experts bij elkaar te brengen en een concilie te organiseren. En dit verwijst direct naar een soort kerkelijk concilie. Als theologische vraagstukken zijn waar men niet goed uitkomt, dan begint men een concilie. Dat is het beroemde concilie van Trent bijvoorbeeld in de Contra-reformatie. Brengt allerlei kardinalen en bisschoppen bij elkaar en die vechten dat dan uit en dan hebben we een gezamenlijk standpunt. En dat moest hier ook gebeuren volgens Nernst. Dus hij zocht iemand op om dat mogelijk te maken. En hij kwam daarbij via contacten die hij had, belandde hij bij een Brusselse ondernemer, genaamd Ernest Solvay, een man van het Solvay-bedrijf, schatrijk geworden van een nieuwe methode om op hele grote schaal soda te fabriceren uit kalksteen en zout. En die was zeer geïnteresseerd in natuurwetenschap en die was bereid om zo'n congres te faciliteren. Dus het meest chique hotel in Brussel, dat werd afgehuurd. In een zaal daar werden lezingen georganiseerd. En alle beroemde natuurwetenschappers die waren uitgenodigd, werden keurig in dat hotel ondergebracht. En Nernst bedacht dat Lorentz de ideale voorzitter zou zijn, wat een zeer gelukkige greep was. Want Lorentz heeft in dat opzicht zelfs, zoals we zien, alle verwachtingen overtroffen. Wat Lorentz fantastisch kon, was onmiddellijk de essentie van een lezing begrijpen. Vaak had de spreker achteraf het idee, nadat Lorentz het even samengevat had in drie verschillende talen, begreep hij eigenlijk pas goed wat hij bezig was te vertellen. Lorentz wat dat betreft ongelooflijk briljant. Er was ook geen gebied van de natuurkunde waarin hij niet goed thuis was. Maar zijn talenkennis was fenomenaal. Hij sprak vloeiend Frans, Duits en Engels, wat handig was. Want ik zei al, veel van die wetenschappers die zaten naar elkaar te luisteren, maar ze verstonden er eigenlijk geen klap van. Hun talenkennis was niet zo groot en er was geen gemeenschappelijke taal in die tijd. Dus hij vatte de lezing even kort samen, gaf aan wat de pointe was van die lezing en deed dat in meerdere talen. En op zo'n manier dat mensen echt met open mond zaten te luisteren. Einstein schreef brieven aan een vriend in Duitsland. Die was op één na jongste deelnemer van dit congres. En hij schreef, Lorentz had de bijeenkomst voor met een niet te evenaren tact en ongelooflijke virtuositeit. Hij spreekt alle drie de talen vloeiend, Einstein was geen talenkenner, en bezit een unieke wetenschappelijke scherpte. En twee dagen later, Lorentz is een wonder van intelligentie en delicate tact, een levend kunstwerk. Einstein keek huizenhoog tegen Lorentz op. Hier ziet u trouwens een foto. Het is zelden voorgekomen in de geschiedenis dat zoveel intellect in één ruimte is ondergebracht. Hier ziet u uiteraard Lorentz zelf. Daar helemaal rechts ziet u de jonge Einstein naast Kamerling Onnes. Dit is Ernest Solvay. U ziet zijn hoofd is in wat merkwaardige wijze wat groot uitgevallen. Dat komt, hij was niet bij die gelegenheid aanwezig. Maar hij moest natuurlijk wel op de foto, dus men heeft daar iemand anders neergezet. En vervolgens zijn hoofd daarop geplakt. En het moest natuurlijk over dat andere hoofd heen passen, dus men heeft het gemakshalve maar een beetje uitvergroot, dat hoofd. Waardoor het een beetje raar oogt. Maar dit is, en hier Madame Curie naast de grote wiskundige Poincaré. Nou, dat congres was zo'n enorm succes dat Solvay dacht, nou, we kunnen dit misschien continueren. Dus die heeft allerlei instellingen in het leven geroepen en zijn geld daarvoor beschikbaar gesteld. Er werd een permanente Solvay-raad, een Conseil de Solvay, ingesteld, waar Lorentz uiteraard voorzitter van werd. En die had een hele reeks taken. Enerzijds het organiseren van steeds weer terugkerende Solvay-congressen. Om de twee, drie jaar werd zo'n congres georganiseerd in Brussel. En ook werd er een internationaal Solvay-instituut, zelfs meerdere opgericht, één voor natuurkunde en iets later ook één voor scheikunde. En Lorentz was degene die dat alles in goede banen moest leiden. Dit betekende een aanzienlijke taakverzwaring. Hij was regelmatig in Brussel en moest van alles regelen. En een van de dingen die dat instituut deed, behalve
Er kwamen ook onderzoeksinstituten in Brussel, maar wat ze ook deden, dat die instituten was het organiseren van fellowships en beurzen voor getalenteerde, vooral jonge getalenteerde natuurkundigen. Tal van jonge natuurkundigen hebben met geld van het Solvay-instituut onderzoek kunnen doen. En dit alles, we moeten realiseren, was ook nog voorzitter van de academie in die tijd, wat ook een tijdrovend karweitje was. Dus het legde allemaal een zeer groot beslag op Lorenz Tijd. En dit is ook de reden dat hij besloten had om eerder te stoppen in Leiden en eerder naar Haarlem te gaan. Want al deze, dat is belangrijk om ons te realiseren, niet alleen dit, maar we zullen zien dat hij nog veel meer belangrijke maatschappelijke en internationale rollen vervulde. Al dit werk was alleen maar mogelijk dankzij de Teylen Stichting die hem als het ware, die dit gefaciliteerd heeft. Lorenz zelf die bemoeide zich met zijn opvolging en voor hem was er maar één kandidaat in eerste instantie, dat was Albert Einstein. Hij wilde dolgraag dat Einstein zijn opvolger werd. Zoals hij Einstein schreef, zou het mij vergund zijn u hier als opvolger en tegelijkertijd als collega te begroeten, dan zou daarmee een wens vervuld zijn die ik in stilte lang gekoesterd heb, maar helaas niet vroeger heb mogen uitspreken. Het probleem was dat Einstein ook in onderhandeling was met Utrecht, waar men hem ook wilde krijgen. En hij wilde Utrecht niet voor de voeten lopen. Pas toen Einstein daar nee had gezegd, heeft hij het alsnog geprobeerd. Einstein had zich op dat moment al gecommitteerd. Die zat toen in Praag, waar hij hoogleraar was. Maar hij had zich al min of meer gecommitteerd aan een leerstoel aan de Technische Hogeschool in Zürich. Waar hij enige tijd gezeten heeft als hoogleraar theoretische natuurkunde. Op dit moment trouwens is de Technische Hogeschool in Zürich met voorsprong de meest prestigieuze natuurwetenschappelijke opleiding en instituut in Europa. Maar hij was ook wel blij dat hij niet hoefde te komen. Hij was geen talenkenner, hij had het tegenop gezien om in het Nederlands onderwijs te moeten geven. Maar vooral, en dat schreef hij aan zijn vriend, aan zijn nieuwe vriend die hij pas ontmoet had, Paul Ehrenfest, die hij probeerde hem in Praag te laten opvolgen. Hij schreef dat het ook een loodzware taak zou zijn geweest om die briljante, beroemde Lorenz op te moeten volgen. Dat was bijna een akelige gedachte. Die hem niet zo aan, dat hij vond dat te veel geëist. Tegelijkertijd vond hij het moeilijk om Lorenz wat te weigeren. Dus hij was blij dat hij kon verwijzen naar zijn nieuwe baan in Zürich. Diezelfde Ehrenfest heeft Lorenz vervolgens wel opgevolgd. Lorenz was erg geïnteresseerd in het werk van Ehrenfest, die op dat moment als Oostenrijks fysicus werkloos in Sint-Petersburg zat, al jarenlang eigenlijk. Maar wel briljante artikelen schreef waar Lorenz voldoende van onder de indruk was om hem naar Leiden uit te nodigen. En uiteindelijk heeft Ehrenfest Lorenz opgevolgd. Maar ook Ehrenfest die ging al heel snel en eigenlijk zijn hele carrière in Leiden. Hij is al lang hoogleraar geweest. In één opzicht buitengewoon succesvol. Hij heeft een bloeiende onderzoeksschool gecreëerd. Die vooral op het gebied van de kwantumtheorie internationaal toonaangevend was. Maar hij had voortdurend het gevoel, en dat ging nooit meer weg, dat hij eigenlijk niet in Lorenz schaduw kon staan. Dat hij niet waardig was om in Lorenz schoenen te treden. Hij voelde zich gewoon niet goed genoeg. Hij keek op. Hij behoorde wel tot de top, maar hij was geen Lorenz en hij was geen Einstein. En dat was een last die hij voortdurend met zich meedroeg. Lorenz die raakte steeds meer in internationaal vaarwater. Hij was ook geïnteresseerd in internationale kwesties, ook in vredeszaken. Dat had ook mee te maken met een hoogleraar in Leiden van Vollenhoven, die zich uitgebreid beijverde voor het internationaal recht en voor de wereldvrede. Lorenz zelf die schreef in 1913, vlak voor het begin van de Eerste Wereldoorlog in Vrede en Recht, zelf een artikel, het tijdschrift Vrede en Recht, over het belang van internationale samenwerking, een bijzonder internationale wetenschappelijke samenwerking. Hij zei van elk volk heeft zijn eigen specifieke aspecten waar men goed in is, omdat je dat bij elkaar brengt, dan kun je tot grote hoogte stijgen. Hij, grappig genoeg, refereert hij dan aan met name de Franse scherpzinnigheid, de Duitse grondigheid en de Britse originaliteit. Die mensen hebben allemaal hun sterkte, breng dat nou bij elkaar en dan is alles mogelijk. En bovendien is er nog een ander aspect, namelijk als wij internationaal samenwerken op het gebied van wetenschap, maar ook op andere gebieden, dan draagt dat bij aan de wereldvrede immers, dat soort samenwerking aan gemeenschappelijke projecten, dat leidt ertoe tot vanzelf tot een aversie tegen allerlei zinloze twisten tussen allerlei verschillende landen. Nou, helaas veranderde de situatie razendsnel. In 1914 brak de oorlog uit. En de wetenschappers bleven daarbij niet achter.
Binnen de kortste keer al die wetenschappers die tot dan toe gebroedelijk hadden samengewerkt, elkaar op congressen ontmoeten, die keerden zich ineens luidruchtig tegen elkaar. Het openingssalvo dat kwam van een groot aantal hele vooraanstaande Duitse wetenschappers en andere cultuurdragers die een pamflet ondertekenden waarin zij stelden dat al die aantijgingen tegen het Duitse leger, die het neutrale België waren binnengevallen, de prachtige bibliotheek van Leuven in brand hadden gestoken, dat werd gezien als die er allerlei oorlogsmisdaden hadden begaan in de ogen van veel Europeanen. Dat was allemaal lastelijke flauwekul, dat was niet waar. Zij zetten zich daar scherp tegenaf en verklaarden zich volledig solidair met de Duitse zaak en het Duitse leger. Nou, dat zette veel kwaad bloed. Dus ook van Franse en Britse kant ontstonden er ook pamfletten, waar die Duitsers juist werden weggezet als een stelletje schurken en criminelen. En ook die wetenschappers, eigenlijk deugden die ook allemaal niet in Duitsland. En strikt genomen waren al die ontdekkingen die in Duitsland gedaan waren helemaal niet origineel. Dus dat liep steeds hoger op. Die wetenschappers die begonnen elkaar min of meer voor rotte vis uit te maken. Nou, dit zinde Lorenz allerminst. Dus hij heeft gedaan wat hij kon. Hij had als vertegenwoordiger van het neutrale Nederland had hij nog steeds goede contacten, zowel in Duitsland als Frankrijk als Engeland. En hij probeerde dat te sussen en die mensen een beetje bij elkaar te brengen. Hij kreeg Planck zich zover dat hij zich toch een heel klein beetje distancieerde van het oorspronkelijke pamflet. En die brief van Planck heeft hij toen in Engeland en Frankrijk gepubliceerd. Maar heel veel. Hij heeft zijn best gedaan, maar de gemoederen waren zo verhit dat het niet echt gewerkt heeft. En ook na afloop van de oorlog was er eigenlijk nog heel erg lang. Die politici die konden al lang weer door één deur, maar die wetenschappers die bleven onverzoenlijk. Dus Duitse wetenschappers en hun bondgenoten die werden nog bijna 10 jaar lang geweerd van internationale congressen en organisaties. Die waren niet welkom. En Lorenz heeft voortdurend pogingen gedaan om die situatie te veranderen. En om die boycott op te heffen. Maar hij kon zelfs zijn eigen Solvay-congressen, daar kon hij die Duitsers niet toelaten. Einstein mocht dan wel, omdat zijn nationaliteit een beetje onduidelijk was. Die had ook een Zwitsers paspoort. Maar andere Duitsers niet. Pas in 1925 kreeg hij het voor elkaar dat zijn voorstel tot toelating van Duitsland eindelijk geaccepteerd wordt. Maar het zou nog tijd duren, omdat Duitsers inmiddels zelf gekrenkt waren dat ze zelf ook allerlei eisen gingen stellen, waardoor het allemaal een beetje moeizaam verliep. Ook op andere gebieden begon hij zich internationaal te weren. Hij werd gevraagd voor een nieuwe organisatie die opgericht werd na de oorlog, de Commission Internationale de Coöperation Intellectuelle, waar allerlei culturele hoogwaardigheidsbekleders, grote namen aan verbonden waren, beroemde schrijvers, filosofen, wetenschappers. De eerste voorzitter was de Franse filosoof Henri Bergson, die u daar rechts ziet. En Lorenz werd gevraagd secretaris te worden van deze organisatie, dat kwam er ook nog eens een keer bij. En vanaf 1925 nam hij het stokje van Bergson over en werd hij zelf voorzitter. Dus de man wordt echt een internationaal figuur, begint hij steeds meer te worden. En intussen deed hij zijn uiterste best om al die nieuwe ontwikkelingen in de kwantummechanica en andere takken van de natuurkunde nog steeds ijverig bij te houden. Hij gaf nog steeds eens in de week college in Leiden, vooral over de nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde. En hij had nog steeds een aantal promovendi, dus hij kreeg het ongelooflijk druk. En die drukte werd nog groter, want Lorenz nam tijdens de Eerste Wereldoorlog, er werden ook, hoewel Nederland neutraal was en niet aan de oorlog meedeed, was men wel voortdurend bang in die oorlog betrokken te raken. Dus er werden voortdurend jonge mensen gemobiliseerd, die moesten oefenen. En dat gold ook voor veel jonge getalenteerde wetenschappers die onder de wapenen geroepen werden. Nou, Lorenz dacht, die mensen, we kunnen die kracht van de wetenschap in oorlogstijd, er waren tekorten op alle mogelijke gebieden door de oorlog, allerlei grondstoffen waren niet te krijgen, geneesmiddelen, voedingsmiddelen waren overal tekorten. Lorenz dacht, kunnen we die wetenschap niet beter gebruiken om die maatschappelijke noden te ledigen? Dus hij als voorzitter van de academie heeft hij zich daarvoor ingezet. En dat resulteerde in een wetenschappelijke commissie van advies en onderzoek in het belang van volkswelvaart en weerbaarheid, die vlak na de oorlog werd opgericht, waar Lorenz ook weer uiteraard voorzitter van werd. Omdat na de oorlog die problemen vrij snel wegsmolten, werd die commissie na een paar jaar opgeheven. Later werd die wel weer in een andere vorm omgezet in de commissie Wendt. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van TNO, het Instituut voor Toegepast Natuurkundig Onderzoek, wat nu een heel groot instituut geworden is in Nederland.
Maar de grootste klus die moest nog komen. En ook dat begon direct na de oorlog. Ik ben bijna klaar hoor. Ik realiseer me dat ik wat lang spreek. We zijn bijna aan het eind. Dat heeft te maken met een grote watersnood die plaatsgevonden had in 1916 in de Zuiderzee, waar het flink kon spoken. Vooral als het rivierwater wat daar afgevoerd werd enigszins hoog was, dan kon dat water nergens heen wat daar vanuit de Noordzee, de Zuiderzee binnen viel. En dat leidde om de zoveel tijd tot enorme overstromingen. Maar een van die overstromingen was in 1916, waarbij hele grote delen land onder water liepen. Zelfs Amsterdam werd ernstig bedreigd. Dat was echt even schrikken. Met name Marken is zwaar getroffen. Er zijn tientallen doden ook gevallen bij die het hele eiland werd overstroomd. Men had al langer het gevoel dat er iets gedaan moest worden aan die Zuiderzee. Al eind 19e eeuw had een jonge ingenieur genaamd Lady allerlei plannen gemaakt voor het indammen van die Zuiderzee. Om dit soort problemen te voorkomen. En ook met het idee dat dan ook hele delen van die Zuiderzee konden worden ingepolderd, zodat er dan wat meer landbouwgronden bij kwamen. In 1901 heeft hij al zelf als minister een wetsvoorstel gedaan, alleen toen viel het kabinet, dus dat kwam er niet van. Later, na de oorlog, was hij alweer minister en toen werd zijn wetsvoorstel, vooral door die voorafgaande watersnoodramp, razendsnel aangenomen. En dat betekende, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de afsluitdijk en in de gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. Alleen het probleem was, men wist niet wat de consequenties zouden zijn voor al de waterstromen, bijvoorbeeld in de Waddenzee, van die afsluiting van de Zuiderzee. Mogelijk zou dat een bedreiging gaan vormen voor noordelijke provincies als Friesland en Noord-Holland. Dat het water in die Waddenzee vol zou stromen, niet weg zou kunnen en dat je het probleem op die manier verplaatst. Dus dat moest eerst uitgezocht worden voordat men iets kon doen. En daarvoor werd een commissie in het leven geroepen, waar de Zuiderzeecommissie, en Lorenz werd daar voorzitter van. En niet alleen moest hij die commissie voorzitter, maar heeft hij ook alle theoretische en het rekenwerk verricht om uit te zoeken wat die gevolgen waren. De commissie telde een groot aantal leden, maar het bleek eigenlijk al vrij snel dat de meeste van die leden niet tegen de taak waren opgewassen. Dus Lorenz heeft 8 jaar lang zich een ongeluk zitten rekenen en theorieën moeten ontwikkelen om dit probleem tot een goed einde te krijgen. Het was een loodzware taak. Het probleem was dat gegevens ontbraken veelal, met name over de getijdenbeweging in de Waddenzee nog wel, maar daarbuiten en wat er in de zeegaten tussen de Waddeneilanden gebeurde en in de Noordzee, daar was niet veel duidelijkheid over, dus er moest flink gemeten worden. Maar ook de expertise was er niet. Je had aan de ene kant meteorologen, die weten heel veel van de invloed van wind op oceaanwater. Maar daarbij, die oceanen zijn diep, dus wat er de wisselwerking tussen het oceaanwater en de zeebodem, dat speelt in die overwegingen geen enkele rol. Daarnaast had je waterstaatkundigen, die weten alles van rivieren en kanalen. Ook hoe die wrijving is als dat rivierwater stroomt, wat de effecten dan zijn van de wrijving met de bodem. Dat gaat over dus ondiep water. Maar die hadden weer geen benul van wat de wind voor rol daarbij kan spelen. En ook geen benul van als die stromen niet constant zijn, maar veranderlijk, zoals bij getijden, wat er dan gebeurt. Ja, dat wisten ze niet, daar hadden ze geen theorieën voor. Dus ook hier moesten die twee verschillende benaderingen in elkaar geschoven worden. En dat heeft Lorenz vooral gedaan. En daar ook zich eindeloos aan zitten rekenen. Het was ongelooflijk zwaar werk, moeilijk werk, maar uiteindelijk heeft dat tot een goed einde gebracht. Met verbluffende resultaten, want toen die afsluitdijk er was, toen bleken zijn berekeningen tamelijk accuraat. Men wist dus hoe hoog die dijken in de Waddenzee verhoogd moesten worden om eventuele problemen te voorkomen. Later bij de Oosterscheldewerken is die theorie van Lorenz ook weer ingezet om daar rekenwerk aan te verrichten. Nou, één laatste puntje, dan hou ik er echt mee op. Tot nu toe zag u vooral erg veel mannen. Het is vervelende van wetenschapsgeschiedenis is dat het altijd een beetje dode witte mannengeschiedenis is. Ik kan er ook niks aan doen. Ik excuseer me altijd maar tegenover mijn studenten. Maar jammer is het natuurlijk wel. In dit geval wil ik enige aandacht vestigen op mevrouw Lorenz, Aletta Lorenz, die een prominente rol heeft vervuld, ook dat is niet al heel erg bekend denk ik, in de vrouwenbeweging. De eerste feministische golf rond 1900. Zij werd lid, zij was een van de eerste leden van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Vrouwen beijverden zich om ook kiesrecht te krijgen. Tot dan toe hadden mannen het volledig voor het zeggen. Maar het ging om veel meer, het ging ook om carrièremogelijkheden. Vrouwen uit de goede standen die werden niet geacht te gaan werken. Dat was ongepast,
beetje gênant zelfs. Nou, dat zinde hen niet. En ook waren er nauwelijks fatsoenlijke onderwijsmogelijkheden voor meisjes. Hè. Lage school, dat was het zo'n beetje. Nou, op een gegeven moment is er ook een soort meisjesvariant van de HBS opgericht. Maar studeren was problematisch, hoewel dat geleidelijk aan eind 19e eeuw begon te veranderen. Maar echt, ja, vanzelfsprekend was het allerminst. Nou, daar wilden zij verandering in aanbrengen. Naar goed Nederlands gebruik viel die vereniging al vrij snel uit elkaar in twee verenigingen. Sommige mensen vonden die vereniging voor vrouwenkiesrecht wel erg activistisch. En waren bang voor, net als in Engeland met de suffragettes, dat je daar gewelddadige toestanden van zou krijgen. Dus die waren wat gematigder. Die vonden dat ook mannen lid moesten kunnen worden van het bestuur van zo'n vereniging, wat daar niet kon. En met name Aletta Lawrence zelf heeft daarom bijgedragen aan de oprichting van de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht. Die dus ongeveer hetzelfde beijfde, maar met iets andere middelen. Zij was daar een belangrijke exponent van. En Lawrence werd trouwens, haar man werd lid van beide verenigingen. Dus die schaarde zich volledig achter de zaak. En wat opvallend is, is dat hij als een van de weinige hoogleraar natuurlijk, met name in zijn latere Haarlemse periode, toen hij hier in Teylen zat, van zijn laatste 8 promovendi waren er 4 vrouw. Dat is uitzonderlijk in die tijd, in de natuurkunde, zeker in de theoretische natuurkunde. Een daarvan was zijn dochter. En als u goed kijkt, dan ziet u de gelijkenis tussen moeder en dochter. Hetzelfde, een beetje strenge uit. Dus ze was ook vrij streng, Aletta trouwens. Geertruida Lawrence. Dit is Hendrika van Leeuwen, een van zijn promovendi. En dit is Johanna Reutler. En er was er nog een, Evadina Bruins, waarvan ik zo gauw geen foto kon vinden. Goed, dus dit zijn maatschappelijke kanten. Dus nogmaals, zowel in zijn werk als in zijn rol voor de wereldvrede, maar ook in zijn voorzitterschappen van congressen, als in zijn poging om bruggen te slaan tussen wetenschap en maatschappij. Hij is steeds de verbindende factor. Het was een uitzonderlijke man. Hij geldt als een toonbeeld van gelijkmoedigheid. Altijd opgewekt, gelijkmoedig, buitengewoon beminnelijk. Altijd even evenwichtig, altijd even tactvol. En ik begrijp, dit is een ramp voor zijn biografen. Er zit geen weerhaakje aan die man. Je krijgt er, we hebben allemaal onze demonen, hè, die zijn vervelend, maar die maken ons ook enigszins interessant en menselijk. Bij Lawrence is daar, ik heb zijn brieven bekeken, altijd even keurig, beleefd, vriendelijk. De grootst mogelijke idioten, die krijgen een keurig antwoord. Het is niet voor niks dat het zo lang geduurd heeft voordat een biografie is. Erevers, nou, de emoties die spatten van elke zin in elke brief. Bij Lawrence niets van dat alles. Het moet voor een biograaf verschrikkelijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat het dit toch echt een van onze allergrootste landgenoten is. Die een enorme grote rol heeft gespeeld, zowel in binnen- als buitenland. Een geniaal natuurkundige was, maar ook veel meer was dan dat. En dat heb ik u hopelijk ben ik daarin geslaagd, proberen u duidelijk te maken vandaag. Dank u.